Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Dead Space 3. En Yves die vliegt al weg. We zijn met de Skippy. Met Skip zijn wij hier naartoe gevlogen naar de Greeley. Dat was toch niet zo interessant. Naar de CMS Greeley. Ik wou bijna zeggen Greasy, man. Is this it? Nee, dat is het niet. Nou, fucking blinde bliksem. Oh. Ah, we moeten een engine. Just like our plan. You always this helpful. Hey, some of us just want to go home, all right? I've disconnected all the lines. Zag er rijden of niet? But hell if I know how to get it out of there. I'll figure it out. Get your equipment together so we can tow it back to the repair bay. Wat? Oh, we moeten dingen hier van het schip afpakken. Ergens. Ja, hier. Er is. Ah, daar beneden, daaronder. Maar we kunnen ook het schip in. Toch? Ja, kan ook. Dat is hierboven. Zeg maar rode lampjes. Lampjes. Trek direct mijn aandacht. Wow, lala. Oh, dat zit ik hier niet. Ja. Hierboven. Dan moet je B drukken en dan vliegt hij vanzelf. Isaac, kun je nou echt gewoon niet B doen? Hij kan echt gewoon niet staan. Hè? Als hij staat, dan kan hij gewoon niet meer B doen. Achtelijk idioot, wat is dit? Oh, dat is lucht, denk ik, E to use. Je hebt knuffel de luchttank, maar... Hij knuffelt wel, dat is zo stom. Maar daar ben jij. Ben jij dat ook niet? Ja, daar ben jij. Wat de fuck moeten wij vastpakken dan? Oh, dat ding. Oh, waar is het schip nog binnen? Wat de fuck is dat? Zit er nou shit op jou te schieten trouwens? Ben ik nou helemaal blind en want ik meende dat er van alles langs vloog, maar zo wel, maar ik. Moeten wij er geen vrede doen? Rot op, jongen, fucking ding. Vlieg de ruimte in. Zijn dit de dingen die we mee moeten nemen? Nee. Oh, hier! Hoppa! Ja, Clark. I'm not an idiot. Wat een chagrijn is dat? Oh, dat is die mongol. Die vuile homo die hier naar dat ding vastpakt. Jij bent een vuile, vieze, gore jankstraal. En ik kan hier door jou heen vliegen, dat is nog het ergste. Oké, guys. I got the engine. What the fuck? Moet eens kijken. Hier, ik zit in hem. We're gonna get tossed around like a missile service if we try to navigate that atmosphere without flight. Niet vies doen. I'll search outside the Roanoke. Look for small satellites with four solar panels sticking out. Satellites with solar panels. Got it. What the fuck lullen ze allemaal? Echt. De bench, wat moeten we nou doen? Hey, maar waar hieter mij hier aan het tijd? Ja, dat zeg ik toch. Er was iets aan het aanvallen. Oh, daar. Zie? Ik zei toch dat er iets vloog. Jij vuile, vieze, gore. Oh, daar komt er nog een. Baby. Bliksem. Ze. Oh, daar komt er nog een. Hoeveel zit hier wel niet in, jongen? Wat is dat voor babyhuis? Oké, okay, joh. Sterf jij! Als ik zeg dat je moet sterven, dan sterf je. Oh, dat weet ik niet. Oh, oxygen. Ik ben helemaal niet op aan het letten. Hier wacht, hier weer oxygen. Ah, hier ook, mooi. Ja, je hoeft niet te hebben? Huh? Oké. Okay. Dan knuffel ik deze. Yay. Waar moeten we heen eigenlijk? Wat, die game die zegt niet echt wat meer, wel. Wel, 150 meter verder. Waarom zie ik er niet meer? Oh ja, hij staat op shootkeers. Waarom? Dat ding flipt hem, zo tyfus hard. Oh, dat is mijn caps lock. Wat is mijn caps lock? Caps lock aanzet, dan kan die ook niet meer B drukken. Dan is... Ah, ja nee, maar als ik B doe, hij switcht automatisch dus alle dingen. Dus een kiosk, bench en al die rotzooi. Huh? Dat wou ik helemaal niet, ja daarom. Dat is een beetje apart. Apart. Hey, vind je normaal die laserstraaltjes? Op mij richten. Wat moeten we hier nou weer doen? The fuck is dit? Dit is Skippy. Oh, we moeten terug naar Skippy. Of we gaan nou die boot onderzoeken. Hoe heet dat ding? Een vliegtuigschip. Dat kan ook. Weet je maar wel. Of we gaan de Greeley nog in om te kijken wat daar ligt. Ja, dat kunnen we wel doen. We gaan verder. Jij moet eerst even oxygen hier pakken. Doe dat maar. Makkelijker. Oh jee, ik kan stompen in de ruimte. Whoopty fucking do. Het is zo achterlijk, jongen, die bloks. Je rent en je staat gewoon stil, zoals jij zei mij. Je staat gewoon te moonwalken, zo'n beetje. Oh.
Terwijl je in de fucking ruimte bent. Hij kan toch zo hier uitrennen en die boost dingen aangooien. Maar toen maar. Daar boven moeten we zijn. Vind je er normaal dingen naar mij toe gooien? Ja. Eigenlijk ja. Zie? Als ik dat kistje ga openen. Ammo. Oh nee, ammo is weg. Oh, oh, oh. Zuurstof, zuurstof. Ik ga zuurstof meenemen naar binnen, als dat wil. Dat zou mooi zijn. Oh, oh my god. Hier. Ik kan gewoon niet meenemen naar binnen. Al blijf gewoon steken. Meen je niet? Echt? Nou, echt dan. Yay, binnen in weer een nieuw ruimtestation. Schip, boot. Waar zijn de monstertjes? Inderdaad. Ik hoor de monstertjes niet. Hey Santos, I made it inside the Greeley. Any luck with that encrypted message? Wat? No. Oh ja, dat is die Simon-missie shit. Die encrypted message. Misschien. Compact Standard Frame. Dat was al de moeite waard. Nou, we zijn al liever niks gekomen. Was dit? Ja. Op zich zo'n heel lomp schip was het ook niet. Volgens mij niet zo lomp als die andere, dus... Zou het niet al zo lang moeten duren dit? Hoop ik toch. Wauw, een bench. We hebben hier zo'n ander ding, waar we zo'n crowbar gevaart op kunnen gebruiken. We zouden hier van babbies. Oké, dan mind, ze houden hier van andere dingen. Oh, hier kunnen we niet heen. Ja, daar komt hij zeker. Is dat jouw shotgun? Huh? Uh-oh. Dat klinkt nooit de best. Santos. Looks like parts of the ship are sealed off. Yeah. On purpose? Do you think you can get install bar? I'm not sure. If I can get the power on, I may be able to lift the security lockdown. Override the lockdown. Was it? Knopje. Knopje, maar dat knopje werkt niet. Bench. Heb ik niet meer aan. Ik ga ook even de shotgun equipen. Wat is dit? Scrap metal. Oh, we moeten zo'n ding bouwen. Nee, we kunnen gewoon naar beneden rennen, ja. Denk ik. Wat knippert hier groen dan? What the fuck knippert hier groen in het niets dan? Daar, knippert hier bij jou ook iets groen? Ja. Maar je kunt niet oppakken, niks. Of kwamen we hier uit, eigenlijk? Ik denk het wel. Nee. We kwamen boven eruit, toch? Filtration backup power. Nee, we moeten sowieso hierheen. Beide? Of zit je er niet bij mij, toch? Je bent er naar boven, ja. Nee! Kut game. Okay. Ik wil vanaf hier die lock open doen, maar dat wil niet, helaas. Yay, waiting for partner. Ik weet niet, we stonden hier allebei al. Backup power. Zombies. Monsters. Locked. Mooi. Yay, weer ladder weg. Fucking hell jongen, die ladders die als er iets nieuw is. Oh god, eerst er ligt hier bloed. Er is iemand ongezien geweest. Dan moeten we de generator aanklikken. Wedden als ik de generator nou aandoe dat er iemand wakker wordt. Oh, we moeten blijven even. Mooi. Oh. Yay. The lockdown is originating from the radio room. Ah, the radio room. Ach kijk, oh no. Wat een fucking verrassing. Daar wordt iemand wakker. Oh kijk, het is een kotser. Wat een kotser. Ik kan niet meer slapen vanavond. Ik ben bang. Ben je bang? Ik heb je handje vast houden. Ja. Ja, niet meer aan. Hé, hey, jij wordt er dood. Hé. Kijk dit. Die wou niet sterven. Konden we niet gewoon vanaf hier eigenlijk dat ding aanklikken?
Ja, met een beetje geluk kon dat, net. Oh. Oh, mooi. Oké, open. Oh nee, er is hier bloed. Achter deze deur. Power mail function, wat? Wat nou weer? Kunnen we nou eindelijk hier voor bij de dingen schuiven dan? Nee, ook niet. The fuck is het probleem nu weer? Oh, wacht. Die lift, knopjes zeker. Nee. Wat? Oh, werkt die lift nu wel? Ah. Oh. Daar had ik nog niet door. Wow, dat was de snelste lift ooit. Ik ga denken, dat was de snelste lift ooit. Sesam open. Is dit de radio room? Dit is de radio room. Oh, sowieso dat hier monsters zitten. Oh nee. Het gaat ook een hele verrassing zijn, zo meteen. En die dan. Ach, kijk. En de ander moet waarschijnlijk de defender. Use your mouse to balance power between left and right systems. Hola. Ah, dat was het al. Wat? Wat wil je doen? I wanna contact your mama. Ja. Wil je dat? Activate. Hey, hier is nou weer eerder geweest. De fuck komt alles weg, ja. Sterf. Oeh, fuck. Dat is dit. Ik het. Ja. Jee, deze deur is nu open. Maar waar moeten wij heen? Niet daarheen. Maar deze deur is wel open. Wat zit hier? Oh, de toilet is. Oh mooi, ik moest gaan pissen. Moest jij dat? Hier is Hibala. Lukt het? Moet de deur even dicht doen. Ja, dat was handje nog vast, hè? Ben je nou wel? Ik ga niet eens in de douche gaan. Ja, doe maar. Jij bent niet dood voordat er op jou gestampt is. Nou, ben jij dood. Ik had nog weer een nieuw ding gevonden trouwens. Een Raid of Fire gevaart volgens mij. Ik ga nu kijken. Military engine, military, oh nee, damage, rate of fire, damage, damage en clip. Oh, en scavenger bot is weer terug. Zo te zien. Oh, dit is zo. Scavenger bot. Even kijken, upgrade circuits, zoals dit allemaal. Reload en damage, dus damage en clip en damage en rate of fire. Damage en clip. Klinkt er bij jou ook hele valse, achtige opera muziek, soort van? Waar? In de game. Oké, mijn laatste niet hard. Ah, oké. Rate of fire plus damage. Wat heb ik nog meer in aanbieding? Alleen damage. Zeg ook niet slecht, maar... Een beetje overdreven bij dat ding. Oh, deze heb ik net aangepast. What the fuck? Beetje circusmuziek, die af en toe een beetje op en neer gaat, eigenlijk. Oh. Ja. Klinkt een beetje gaaf. Ah, dat is mijn shotgun. Daar ga ik nog helemaal niet door, eigenlijk. Goed bezig. Dus een clip. En... Wat is bij dat ding belangrijk? Rate of fire, want hij is stiefens traag. Maar dat helpt haast niet. Ik ben hier onzinnig. Ik pak damage wel, fuck it. Okay. Bang bang! Bang bang. Ik ben fertig met het upgraden van mijn ding. Mooi, mooi, mooi. En
G. Yep. Oh, jij zat te wachten. Oh, je hebt een ding gemaakt. Serieus? Ja. Mooi. Dus wil ik wel eens weten wat hij achter deze... Je moet al verder ronddraaien. Heeft. Ik wil weten wat hier achter is, zeker. Dat had ik al verwacht. En mooi. Telemetry spike en blueprint of zoiets. In die trant. Een rate of fire and damage. Niet slecht. Nee. Maar het kost wel veel. Ik kan er ook nog eentje maken, hè? Ik heb er nog één. Ik heb er twee gemaakt, Chris. Oké. Waar maak je die dan? Bij die blueprint shit? Nee, daarnaast denk ik. Itemcraft? Consumable items, oh ja, ik zie het. Ik kan er eentje maken. Mooi. Dat heb ik nu gedaan. Twee deuren op, ja. Maar dat heb ik nu gedaan. Kun je die damage misschien veranderen naar rate of fire en damage? Ja, die heb ik nog net gedaan. Daar was ik net mee bezig. Ik was jou voor, haha. Yeah! Hier wil jij om hebben. Oh? Ja, die spike dingen, weet je? Dat heb ik gekregen. Blueprint, waarschijnlijk, voor een wapen. Denk ik, telemetry spike, maar... Ik heb geen idee eigenlijk, ik kan wel even kijken. Blueprint... Nee. Dan is dat waarschijnlijk... Zo'n type of zo, waarschijnlijk of. Ik denk een medical support. Nee, ook niet. Of een attachment bedoel ik. Ook niet. Compact standard frame, compact heavy frame. Lower tool. Telemetry spike is een tool. A mining tool that fires tempered alloy bolts. Een soort sniper. Achter dat ding. Oh. Wacht, ik zou even een nieuw wapen gaan maken met dat ding dan. Heavy standard frame of een compact, was het verschil eigenlijk? Ja, nu weten. Ah, de ene is one-handed en de andere is two-handed. Standard heavy frame, two-handed weapons. En een one-handed is voor. Of een compact. Ik wil heavy, sowieso. Telemetry spike. Ah, dat is die javelin spear gun. In principe, die dat altijd was. Oh. Hydraulic, military of plasma. Military. Bang bang, military bitches. Sowieso. Stasis pack erop. Nog meer ammo sweeper. Nee, dat ga ik gewoon eens bouwen. Upgrade. Rate and fire of damage. As reload. De reload en shit, dat doet niks, jongen. Damage, dat gaat tenminste nog vooruit. Maar sommige dingen, dat gaat echt gewoon niet vooruit ook in die game. No. Nee. Klaar. Zo snel is die niet, hoor. Je wordt al een dagje ouder, Isaac. Oh ja. Dat ook. Ik wil hem eigenlijk nu wel gebruiken ook even. Die shotgun, line rack. Ik ga hem even in plaats van die shotgun in line rack doen. Altijd leuk dingen bouwen. Die game. Om meer weten wat het ding doet. Wauw. Mooi. Oké, ben zwaar. Oké. Van Homer. Heel hard. Aha. Okay. No! Simpsons. Je stond ook zo mooi in zo'n hoekje. Ik dacht dat je net bezig was met die table ook, man. Kun je nou dat ding gebruiken? Nee, zeker. Nope. Oké, dan moeten we hier naar beneden. Hoop dat die speargun een beetje goed is. Beter dan die shotgun en line rack. Waarschijnlijk niet. Komen we snel genoeg achter. Oh nee, dan. Dat doen we ook. Oeh, dat is een steriele ruimte. Hé, dat is het menu. Ah, op zich, dat ding schiet wel snel. Ik kill het nog wel redelijk. Ja, dat is niet slecht. Telemetry spike, denk ik. Lukt het?
Ja, beetje. Sterf. Pak gewoon alles op wat ik vind. Oeh, de blauwe felle lamp hier. Wat was dat? Artifact discovered. Yay! Nog iets, mooi. Met de lift. Moeten wij op de andere kant wel een knopje drukken. Gaat het heel lang duren voordat die lift er is. Oh nee, valt mee. Leek erger dan het was. Oh, weet ik iets. Oh, die kan die echt niet oppakken. Ik kan wel op E drukken, maar niet oppakken. Oh, wat fuck. Oh, kijk. Daar is een monster. Mooi. Inderdaad, gezellig. Nee. Dat was een monster. Sowieso dat er van alles uit deze kist... Oh nee, dat kan niet. Ik dacht dat het gesloten kisten waren, maar... La 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 la. Hier is het veilig. Als het daar niet veilig is. Sta ik nu echt gewoon te blokken, ja of niet? Hey, deur dicht. Niet leave game. Hey, waarom zit het niet? Oh ja. Mooie pijlen in zijn, zijn lichaam. Oh oh. Volgende deur. Ambush time sowieso. Ik wil echt valse Amerikaans volkslied muziek, zeg maar. Oh nee, kleine stommige kinderen. Die kleine klote dieren. Kom hier. Nee, klaar. Hey, een bench. Voor alles wat we nog niet nieuw hebben gekregen. Wat moeten we hier doen? Oh, ik heb even een wapen op de isma. Oh. Mooi. Ik heb een kier gemaakt. Kun je er onder doorkijken. Al is de wapen niet slecht. Zeker niet. Huh? Alleen zou een clip extra wel mooi zijn trouwens. Ik ga even clip aanpassen. Denk net iets meer aan. Oh, dat heb ik niet meer. Ik net uitgeven niet al. Wat de fuck heb ik nu helemaal nul? Wat de hel? Hij knip construct new circuit. Rate of fire. Maar die wil ik niet maken. Waarom zijn er twee verschillende rate of fires in die game? Huh? What the fuck? Nee, weet niet. Ik heb twee rate of fires staan. Die game heeft gewoon kuur gekregen. Fuck it up. Ik heb geen clip meer. Die zit op een andere ding. Maar ja, punt niet zoveel. Oh, wat spannend onder door. Zeer spannend. Kan ik denk. Je kunt echt geen zak meer oppakken, jongen. Dat stoort mij echt zo hard in die game. Oh ja, laat ik scavenger bot plaatsen. Ja. Scavenger bot. Lukt het? Ja, ik zit er zo. Oké. Scavenger bot rijdt rond. Wat heb jij? Oh, je hebt ook die dingen staan. Die telemetric. Nee, die zou je normaal moeten healen. Ah, what the fuck? Oké. Okay. Moet hier het omhoog krikken. Die gaat sowieso leven. Nee, ik hoop het niet. What the fuck schot ik mee? Oh, met dat ding. What the fuck heb ik nu de shotgun en de... Oh, ik heb de shotgun ding. Ik heb de plasma code niet meer blijkbaar. Uh-oh. Wat? Vuur. Alweer? Wat origineel. Temperatures not exceed wat? Nee, dat zijn die gravity dingen. Dat is geen vuur. Gravity. Maar die ene gast die andere... Oeh, mooi. Electric charge. In een zombie hit. Mee killen. Knopje. Ja. Wat mooi ook, hè. Gewoon een fucking ding aandraaien en that's it. Dan krijg je muziek. Of gelul. De fuck moeten wij heen dan? Waarom? En nu? Oh.
What the fuck? Je kunt het ding niet ronddraaien ofzo. Oh, maar ik heb een downloadable key opgepakt hier. Een downloadable key? Ik weet niet wat er stond, jongen. Moet die encrypted key downloaden nu? Je hebt twee key items nu. The fuck? Hoe zit je ook in menu? Oh, 1, 2, 3. It looks like it unlocks the conning tower of the Terra Nova. Buckles recurs in a... What? Uh-huh. Discover the key belonging to someone named Engstrom. Wherever she was, she must have discovered something important. Now the unlock Engstrom record says the decrypts going to the remaining memorial hearing in her office. Interessante shit. Dus we zijn nou bezig geweest voor niks, maar we moeten terug naar Terra Nova volgens de game. Om de shit te gebruiken, of... Uh-oh. Denk het. Die jongens worden weer wakker, terug. Ja. Oké. Ja, de encryption key is in de office van Laura Engstrom. Oh, let me see if I can find it. Yes, here she is. I'll send it to your locator. Ah, dat is natuurlijk die andere kamer weer. Dat zal het hem zijn. Oh. Wow. De lift. Sesam open. Open. Hij moet dus nog naar beneden. Boven, what the fuck? Wat doet dit ding helemaal moeilijk? Fuck nee, ik gebeurt er niks bij mij. Nee, bij mij ook niet, daarom. Dat doet hij moeilijk. Wow. Oh, oh. Jij eerst. Oh? Hier niet gewoon langs? Oh, nee. Oeh, wat ligt hier? Oh, oh. Nog vriendjes? Alsof we dat nog bij kunnen gebruiken. Dat denk ik helemaal niet. Oeh, fuck, jij bent geen lief vriendje. Wow! Nice! Wat? Dat vriendje de vloog over de dingen zijn. Oeh, fuck! Ik word gewoon om door eentje. Ik ram op E, heel hard. Maar... Oh, Isaac slaat hem volgens op de back. Dat schip niet helemaal. Oh, ik denk al, waarom reload hij de hele tijd niet meer? Ik ram mensen dat op E in plaats van op R. Oh. Blijkbaar. Waiting. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Dat is een hele slechte planen. Oh, kijk. Oh. Key. Lift open. Er is geen lift. Oh mijn god, al die moeite voor zo'n kleine kutkamer. Wauw, objective complete. Oh my god. Mooi. Dat was nog eens een close quarter kill. Wat hydro set, hè? Oh mooi, dat ding vloog wel. Vuilig, krijzende kutkrengen. Oh nee dan. We kunnen weg hier toch, of niet? Ja, ja. We moeten gaan. Ja. Klim! Oh kut, dit is niet de kant van de ladder waarop. Oh? Wat is hier naar boven? Toch, Roman. Hm? Oké, we zijn boven. Yay, één helm. Oh, ook weer niks meer kunnen. Hé, hey, hier is de store! Dat wist ik nou maar niet. Suit kiosk. Upgrade rake. Mooi, ik kan mijn HP upgraden. Yes. Stasis. Oh kut, ik had misschien recharge moeten kopen. Het is makkelijker. Dan recharge je als zichzelf normaal. Die stasis shit. Partners waiting at door. Hallo. Wil dat op zo'n afstand? Huh? Yay, please geef... Saving ding. Oeh, wat wit hier. Opeens. Of niet dan. Yay, inventory saving. Yay. Dat is alleen inventory saving.
Ach ja, boeit ook niet. Dat is het einde van deze part. We zien je weer in de volgende. Laters. Hello. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.